ik ben arts. Ik heb 20 jaar bij de trombosedienst gewerkt, 2 jaar in Suriname gewerkt en nu werk ik als arts in een verpleeghuis. Ik heb een aantal dingen gedaan in het leven. Ik heb in het management gezeten, in het bedrijfsleven. Daarna ben ik verpleegkundige geworden, dat heb ik 12 jaren gedaan. En sinds 10 jaar werk ik als diaken in Nijmegen in de Brochie. Je stelt je beschikbaar 2 jaar van je leven om vanuit de gedachte van hey, we hebben het hier heel goed, we krijgen, we ontvangen dingen. Daar kan je van delen met de mensen die het minder hebben. En dat is dan in materieel opzicht, maar ook in immaterieel opzicht. En zodoende hebben we ons dus aangemeld bij Fidesco en dan is het afwachten waar je heen gaat, maar omdat onze kinderen meegingen. Suriname was nieuw in het assortiment, zeg maar, dus wij waren natuurlijk wel op zich een hele aantrekkelijke kandidaat om naar Suriname uitgezonden te worden, ook vanwege de kinderen en de taal. Nou, ja, oorspronkelijk zei jij kwam thuis met kom, we gaan naar Afrika. Zo is het gekomen. Zij zat aan tafel, ik stond achter, ik legde hand op schouder, ik zeg schat, we gaan naar Afrika. Ja. Toen zei ik, dat kan niet, de kinderen moeten naar school. En toen zei ik, de kinderen in Afrika gaan ook naar school. Ja, dat is zo. Ja, ja. Nou ja. Een dik half jaar later waren we weg. Drie kwart jaar later. Ja. En zei ik, ja, maar dat je dat doet. Ik zeg, ja. Ik zeg, het gaat zo, het gaat en het komt wel goed. Nou, het is ook goed gekomen. Ja, het is echt wel een stukje godsvertrouwen. Ja. Ja. Ik heb altijd duidelijk laten weten dat ik katholiek was. Ik werkte voor de medische zending. Ik zat in een dorpje, dat was ook, in Braunschweig was ook een katholieke kerk. Maar dat was door de week nooit wat te doen en ik zat daar in principe ook nooit in het weekend. Dus door de week was daar dan niks te beleven voor mij op geloofsgebied, om het zo maar te zeggen. Maar er was wel een Pinkstergemeente waar ook een aantal mensen van de medische zending bij waren. En ook de kinderen die gingen daarmee naartoe. En die kwamen gewoon bij mij in het huisje op de plaats van de medische zending en dan... Dan vroegen ze soms wel eens wat en ik had er een kruisje hangen en dan vertelde ik gewoon. En die vroegen mij dus op een gegeven moment, goh, ga je mee naar de kerk? Want zij noemden het kerk. En die kerk was niet meer dan gewoon een schuur, echt een schuur met zand op de grond. Met bankjes, wat stoelen en dat was het. En er werd gezongen en gebeden en dat deed ik dus heel vaak aan mee. Ik heb niet zozeer iets willen brengen. Zo van, ik heb de wijsheid in de pacht en ik kom het brengen. Maar ik heb wel geprobeerd om samen met de mensen daar iets op te bouwen, juist omdat op het moment dat wij teruggaan, moet de lokale gemeenschap het opknappen. Uiteinden van de aarde hoeven niet per se ver weg te liggen. Ook hier kun je missionerend bezig zijn en je dingen doen die anderen misschien ook naar God brengen of zo, of hoe je dat zou willen noemen. Dus het hoeft niet per se ver weg te zijn. En ook doordat wij naar Suriname zijn vertrokken, zijn er heel veel mensen hier in Nederland gaan nadenken over, oh, wat zou ik dan kunnen doen? Hoe kunnen wij hier dan nog misschien een steentje extra bijdragen aan Gods Koninkrijk? De aarde is natuurlijk voor iedereen met zijn mobiel binnen handbereik zo ongeveer. Misschien is het uiteinde van de aarde tegenwoordig wel je comfortzone verlaten. We zijn natuurlijk, denk ik, op onszelf gericht, heel individualistisch. En misschien is het uiteinde van de aarde wel juist dat stuk achterlaten. Naar een stuk leven stappen waar je anders niet naartoe gaat. Ik denk en op God, maar ook op de ander. En dan kun je dus doen wat de paus zegt. Alleen dan is het uiteinde van de aarde, kan in jezelfde straat zijn bij wijze van spreken. Maar die mensen die jij nooit spreekt of weet ik veel, die mevrouw die ziek is. Of die, dat je daar eens iets doet. Dan stap je dus over je stapt uit je eigen vertrouwde wereldje. Ik probeerde te zijn voor de mensen voor wie het nu het belangrijkste is. Ik werk op een afdeling met ook demente bejaarden. En juist daar is het vaak moeilijk omdat ze misschien wel niet meer kunnen praten. Of wel nog naar hun idee een zinnig verhaal vertellen. Maar feitelijk is er geen touw aan vast te knopen. Zo iemand op de gang tegenkomt en die groet ik dan toch altijd heel vriendelijk. En dan begint ze een heel verhaal tegen mij waar ik dus geen touw aan vast kan knopen. Maar dan probeer ik toch gewoon net te doen alsof ik hem wel begrijp en gewoon iets neutraals terug te zeggen. En dan zie je iemand gewoon oplichten van, hé, ik heb contact. En die gaat door met zijn verhaal waar ik niks van begrijp. Maar dat maakt niet uit. We hebben een gesprek samen. Hij denkt dat hij begrepen wordt en dat is goed op zo'n moment. En op dat moment ben je belangrijk voor iemand. En dat is maar een paar minuten, maar dat is wel voor zo'n meneer misschien wel het verschil op de dag.
Ik heb een plaatje op mijn werk staan van een poppetje wat zegt: God, al mijn liefde is op. Ik heb het uitgedeeld. Kunt u me nieuwe geven? Nou, ik denk dat dat eigenlijk, schiet me zo ineens binnen, dat dat eigenlijk het hele ding is. Je kunt uitdelen van wat je krijgt, maar je moet dus ook weer op tijd in de rij gaan staan om je voorraad aan te vullen. Ze hebben het heel leuk gevonden. Ze hebben daar op school gezeten. En dat was echt wel een hele grote cultuurschok, ook voor hun. Het schoolsysteem is daar gewoon heel anders. Die waren dus middags om 1 uur waren ze thuis. Of ze waren bij jou op Fatima-oord. Of ze waren bij mij op Fatima-oord. En dat was heel erg leuk. Met name de oudste, maar goed, die was toen 10. Die ging dus zelfstandig. We hadden vier units. Het was gewoon in 4 stukken verdeeld. En in Suriname zit je buiten voor je deur. Je hebt een kamer. En er staat een bed en een wastafel en een kast. En dat is het. Dus mensen zitten allemaal onder de soort van veranda, zeg maar. Gewoon zo'n gang eromheen. En onze Edward die ging daar wat heen en die ging wel een babbeltje maken, hoor. En dat kon hij heel goed. Daar was ik heel verwonderd van. Ja. Als 10 jaar kwam in een wereldvreemd land. Stapt ze ook die mensen af na een paar weken en begint dan een praatje te maken. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, wij hebben 2 jaar in Suriname gewoond. En zij zijn 2 jaar groot geworden in Suriname. Ja. Edward die is ingetreden in een orde, de herauten van het evangelie. Die evangeliseren bij de mensen thuis, die doen heel veel huisbezoeken. Dat is wat de oudste doet. En de jongste die is nu voor het 2e jaar in Canada en die evangeliseert daar op scholen. Dus dat is wat die 2 doen. En ja, dat hebben ze... Suriname heeft hun wereld groter gemaakt. Nee, ik zou nog wel een keertje weg willen. Maar dan misschien voor 1 jaar of zo. Je hebt nu... De kinderen gaan dan niet meer mee en dan is het weer anders om 2 jaar helemaal achter te laten. Dat is weer een ander ding. Er is ook een hospitaalschip wat door Nederland of door de wereld vaart. En daar hebben we het ook over gehad om daar met mee te gaan. Mm-hmm. Dat zou vanuit onze achtergrond misschien ook nog wel eens kunnen. Maar het is niet ondenkbeeldig dat wij nog een keer vertrekken. Mm-hmm.